Meestal als ik bij mijn bestie slaap of speel, voel ik me ongemakkelijk. De laatste keer toen ik bij haar sliep, streelde ze over mijn kont heen en ze zit vaker aan me. Hoi, ik ben Bo en super leuk dat jij kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik voor jullie de allereerste aflevering van mijn nieuwe serie hashtag openminded. En dit is een nieuwe serie die ik ga starten op mijn kanaal en iedereen die me op Instagram volgt heeft er al iets over gelezen. In deze serie ga ik namelijk samen met jullie problemen of struggles van iemand bespreken die mij een anoniem berichtje heeft gestuurd via mijn Instagram DM. Ik krijg namelijk dagelijks heel veel berichtjes binnen met verschillende verhalen of struggles en daar wil ik dan heel graag op reageren. Maar omdat er zoveel zijn, kan ik niet altijd iedereen de tijd en aandacht geven die hij of zij verdient. Dus vandaar deze serie. Mocht je mij nog niet volgen op Instagram, dan wil ik zeker weten vragen om mij even te volgen op Instagram, zodat je altijd mee kan beslissen over mijn nieuwste video's. Mijn Instagram is bopopman. Ik wil ook zeker weten even vragen een duimpje omhoog te doen en hieronder te abonneren. En let's get started! In mijn nieuwste serie, hashtag openminded, zal ik in elke aflevering 3 DM berichten uitzoeken. En zal ik deze anoniem met jullie behandelen en bespreken wat hij of zij het beste kan doen. Mocht je ooit zelf een struggle of probleem hebben, dan mag je me altijd een DM berichtje sturen. Alle berichten zijn privé en anoniem en ik zal nooit de naam bekendmaken in een video. Ook vraag ik jou natuurlijk altijd om je toestemming. Maar goed, voor deze keer gaan we snel beginnen, dus let's go! In het eerste DM-bericht staat: hey Bo, ik heb een probleem. Ik ben 11 en heel veel meisjes van mijn klas zijn al ongesteld. En ik niet. Ze praten er dan ook altijd over in de pauzes en ik kan dan niet meepraten. Ik ben bang als ik ga zeggen dat ik nog niet ongesteld ben, ze me dan gaan pesten. Wat moet ik doen? En is het trouwens normaal dat ik nog niet ongesteld ben? Nou, als eerste, op je 11e nog niet ongesteld zijn is totaal niet iets om je zorgen over te maken. Sterker nog, de meeste meiden worden ongesteld tussen hun 12 en 14e levensjaar. Omdat je dan in je puberteit zit als het goed is. Maar ook dit is bij iedereen verschillend. De ene die wordt op zijn 11e ongesteld. En de andere misschien pas op zijn 15e of zelfs 16e. Dus het is niet iets om je zorgen over te maken. En zeker weet niet iets waarvan je moet denken van, ik ben het nog niet. Het is namelijk per persoon verschillend. Want wanneer je op internet ook ze opzoeken, wanneer je ongesteld moet worden of op welke leeftijd dat gebeurt, zal je er ook geen definitief goed antwoord op vinden. Omdat het echt bij iedereen verschillend is. Ik was het volgens mij op mijn, ik weet het niet meer, 13e of 14e. Dus ik was ook best wel laat in verhouding met sommige meiden. En het tweede ding is, als je het hun vertelt dat je nog niet ongesteld bent geweest, gaan ze je echt niet pesten. Want ten eerste, jij kan er niks aan doen. Het is geen fout wat jij kan veranderen. Ik bedoel, sowieso ten eerste kan jij er niks aan veranderen. Ten tweede is het niet jouw fout. En ten derde zou ik echt voor hun dan geen logische reden weten waarom ze jou zouden pesten omdat jij dat dan nog niet bent. En ik denk dat je best wel goed kan vertellen van ja, ik vind het best wel vervelend dat ik hier niet over mee kan praten. Want voor jou voelt dat misschien heel erg buitengesloten. Terwijl zij het sowieso niet expres doen omdat ze natuurlijk niet weten dat jij nog niet ongesteld bent. En zij het misschien wel fijn vinden om over te praten omdat ze er misschien heel erg onzeker over zijn. En zij het misschien wel heel erg vervelend vinden dat ze al zo vroeg ongesteld zijn geworden. Dus wat er ook is wat betreft ongesteldheid, praat er gewoon over, want ieder meisje heeft ermee te maken. En als je dat moeilijk vindt, kan je misschien ook naar je juf gaan. Ik zou wel juf doen, geen meester, want meesters kunnen misschien een beetje awkward op reageren. Maar ik weet zeker als je juf vraagt of iemand anders, iemand zijn moeder, ongetwijfeld dat ze er gewoon precies hetzelfde op reageren en gewoon heel erg chill erop doen. Want ongesteldheid is iets, ieder meisje heeft het, iedereen heeft ermee te maken. Vroeg of laat, of je nou 11 bent of 15, iedereen wordt ongesteld en iedereen heeft er dan elke maand mee te dealen. En ze gaan je er echt niet om pesten, dus heb daar vooral geen stress om. Probeer er gewoon over te praten en anders vraag ik bijvoorbeeld je moeder of je zus of iemand anders. Want iemand kan je er vast mee helpen. Praat er gewoon vooral over en maak je niet veel zorgen over, want nogmaals, elk meisje wordt ongesteld. DM nummer 2. DM nummer 2 is best wel heftig. Namelijk, hoi lieve Bo, ik heb je hulp nodig. Meestal als ik bij mijn bestie slaap of speel, voel ik me ongemakkelijk. De laatste keer toen ik bij haar sliep, streelde ze over mijn kont heen en ze zit vaker aan me. Wat moet ik doen? Want ik wil haar niet kwijtraken als beste vriendin. Het is natuurlijk heel erg heftig en vooral omdat het natuurlijk je beste vriendin is, snap ik echt heel erg goed dat je echt met je handen in het haar zit van wat moet ik nu doen? Ik bedoel, het is je beste vriendin en jij wil natuurlijk heel graag bij haar zijn en vrienden met haar zijn en leuk met haar omgaan op een manier als beste vriendinnen of beste vrienden dat doen. En niet op de manier hoe mensen die in een relatie zitten dat doen. Maar ik denk misschien dat zij het verkeerd opvalt of dat zij misschien bepaalde signalen van jou heeft gehad. Of jou misschien echt leuk vindt dat ze denkt van
ja, ik wil meer met haar. En dat misschien ook de reden is dat je ze aan je gaat zitten en bijvoorbeeld aan je kont gaat zitten. Maar ik zou wel gewoon echt duidelijk aangeven dat wanneer je naast haar ligt en zij doet zoiets, gewoon zeggen van, hey, wil je dat misschien niet doen? Of ik vind dat niet zo fijn. En het kan misschien zijn dat ze daar dan eventjes boos om wordt. Maar het is niet iets waar ze eeuwig over boos kan blijven. Omdat het natuurlijk, het is niet jouw fout. En dan ziet ze zelf ook wel in van, ja, misschien ben ik te snel gegaan. Of misschien kan ik dit niet zomaar doen. En het allerbelangrijkste is denk ik dat je gewoon het beste even met elkaar kan praten. En dan misschien met een moeder erbij. Kan ook zonder, ik zou denk ik zonder doen, dat het dan wat minder zo'n groot ding wordt. Want misschien is ze wel bi of valt ze op vrouwen en is ze dus lesbi. Maar wil ze dat liever niet vertellen of wil ze dat nog voor zichzelf houden of is het aan het ontdekken? En dan is het niet fijn wanneer je direct een moeder bij haalt. Dus ik zou gewoon eerst met z'n tweeën praten van, ja, ik heb dit binnengekregen en misschien is het wel verkeerde signalen. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Maar dan kan je er samen nog over lachen. En als je echt beste vriendinnen bent of beste vrienden, dan kan je echt goed over zoiets praten. Dus ik zal er gewoon goed over gaan praten. En dan een tussenweg gaan zoeken. En dan raak je haar ongetwijfeld niet kwijt. Want ik bedoel, het is gewoon denk ik een misverstand geweest. En zij heeft misschien verkeerde signalen gegeven. En dat is voor jou niet fijn. Maar nogmaals, als er ooit iemand aan jou zit en jij wilt het niet, je bent er niet van gediend, je vindt het niet fijn, zeg er dan wat van. Want voordat je het weet is het te laat en gebeuren helemaal dingen waar jij levenslang spijt van hebt. Dus laat het alsjeblieft niet zo ver komen. En zodra er iets gebeurt wat jij niet fijn vindt, geef het dan gewoon direct duidelijk aan bij die persoon. Want boos daarop worden kunnen ze niet. DM nummer 3. En DM nummer 3 gaat over iets waar ik ook heel veel berichten over krijg. En dit is ook gewoon iets waar meiden vooral heel erg veel mee struggelen. Het is namelijk, hey lieve Bo, ik ben best onzeker over mijn stem en uiterlijk. En is 47 kilo voor een 12-jarige wel goed? Want mijn vriendin die 13 is, die is 37 kilo en ik ben gewoon 10 kilo zwaarder. En ik maak me er best wel zorgen over, want afvallen lukt niet. Heb je misschien tips? Het eerste wat ik jullie allemaal wil meegeven is, vergelijk jezelf nooit, maar dan ook nooit met iemand anders. Want iedereen is anders, iedereen is uniek en elk persoon heeft gewoon zijn eigen kwaliteiten, maar ook zijn eigen minderheden. En het geldt voor gewicht, uiterlijk, lengte, cijfers op school. Het gaat overal. Iedereen is anders en iedereen heeft daar zo zijn redenen voor. En met gewicht is het vooral een heel erg ding wat je nooit met anderen kan vergelijken. Want niet iedereen is hetzelfde. En het grootste ding is nog, kijk, jouw vriendin van 13, die 37 kilo weegt, is misschien wel 20 centimeter kleiner dan jou. En heeft een hele andere bouw van lichaam. Terwijl jij, die 47 kilo weegt, terwijl je 12 bent, jij kan bijvoorbeeld een stuk langer zijn dan haar. En dit brengt uiteindelijk weer verhouding. En stel je bent wel wat voller of je bent juist heel erg licht, dan zit het in je bouw. Want de ene persoon die is erop gebouwd dat hij echt 10 chocoladerepen bij wijze van spreken kan eten en 0 gram aankomt. En de andere persoon is erop gebouwd die eet één chocolaatje en komt direct aan. En dat is gewoon iets, het is niet eerlijk, maar we kunnen er niks aan doen. En het enige wat is dat je jezelf gewoon moet accepteren hoe je bent. En als je er echt niet tegen kan, dan kan je natuurlijk proberen om af te vallen. Maar wanneer dit niet lukt, zou je het gewoon moeten accepteren. Want iedereen is zo hoe die is en iedereen moet zichzelf accepteren. Want iedereen is mooi op zijn eigen manier. Want ik bedoel, ik vind meiden die erg dun zijn mooi. Ik vind meiden die gewoon op normaal gewicht zijn mooi. Maar ik vind meiden die wat voller zijn ook heel erg mooi. Want dat heeft ook weer gewoon heel veel punten waarvan ik denk van wow, dat is echt mooi. En dat gaat ook voor meiden die erg dun zijn of gewoon normaal gewicht. Overal zitten wel pluspunten aan en ik vind alles wel mooi. Dus iedereen is mooi op zijn eigen manier en jij ook. En of je dan 12 bent en 37 kilo weegt. Volgens mij is dat ten eerste helemaal niet zo gek. Want dat is gewoon normaal gewicht. En bij wijze van spreken al had je zwaarder gewicht. Dat maakt niet uit. Want je gaat op die leeftijd nog heel veel groeien. Je zit met heel veel hormonen in je lichaam. En alles verandert nog, weet je wel. Je lichaam op je 12e is niet je lichaam hoe je de rest van je leven blijft. En op je 18e kan het ook nog veranderen. Maar wanneer je nog veel jonger bent of veel ouder kan het ook veranderen. Want je lichaam verandert elke dag. Probeer voor jezelf gewoon vooral je lichaam te accepteren hoe je bent. En als je echt iets aan wilt doen, kan je natuurlijk proberen af te vallen. Maar als dat niet lukt zoals je zelf zegt, dan moet je het gewoon niet doen. En dan moet je het gewoon hierbij laten. Want het is je eigen lichaam en daar mag je trots op zijn. En wil je wel proberen af te vallen, maar is de manier hoe jij het geprobeerd hebt niet gelukt, dan kan je ook op internet of Pinterest dingetjes zoeken qua eten of qua workouts. Want dat werkt ook heel goed. Dan was dit weer de allereerste aflevering van mijn serie hashtag openminded. Ik vond het best wel moeilijk omdat ik nog nooit eerder zulke video's heb gemaakt. Maar ik wel heel vaak kijkers tips geef via Instagram DM. En ik vind het best wel moeilijk om dit nu
uit te spreken of om het jullie advies te geven, want ik kom zelf niet altijd even goed uit mijn woorden, maar voor mezelf weet ik dan wel heel goed in mijn hoofd wat diegene het beste kan doen. Dus alsjeblieft, don't judge me of word niet boos op me in de comments als ik iets verkeerd zeg of als jij daar andere ideeën over hebt, want ik probeer op mijn manier iedereen zo goed mogelijk te helpen en ik hoop dat ik jou deze aflevering ook heb kunnen helpen. Heb jij een dilemma, struggle of probleem, dan mag je mij altijd een berichtje sturen via Instagram direct. En dat kan op mijn Instagram, bopopan. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vond je deze video leuk en heb je er wat aan gehad? Doe dat zeker weten, een duimpje omhoog. Vergeet hieronder ook niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei doei!